Ja, maakt iemand er even mee op de foto, joh. Mijn naam is Hugo de Jonge. Ik ben minister van Volksgezondheid in Nederland. En wat wij zien in Nederland, net zoals in de rest van de wereld, is dat Alzheimer eigenlijk volksziekte nummer 1 aan het worden is. En daarmee ook doodsoorzaak nummer 1 aan het worden is. En wat we zullen moeten doen met elkaar, is de handen ineens slaan om van Alzheimer een ziekte van het verleden te maken. En dat is het voorlopig nog niet. Er zal zo ongelooflijk veel effort op onderzoek moeten worden gezet, op interventies moeten worden gezet, om te zorgen dat we uiteindelijk met elkaar Alzheimer te lijf kunnen gaan. En daarin hebben we met elkaar samen te werken. Dus Nederland en Indonesië, maar ook in de rest van de wereld, in alle internationale verbanden, die het verslaan van die verschrikkelijke ziekte Alzheimer tot haar doel hebben gemaakt. Dus laten we die samenwerking voortzetten. Dank jullie wel.